Wie kent niet de uitdrukking het naadje van de kous willen weten? Het heeft ongetwijfeld te maken met de textiel. Nijverdal heeft zijn ontstaan te danken aan de textiel. Aan het hoge dekje staat een beeld dat in de volksmond naadje wordt genoemd. Het stelt een maagd voor die in haar rechterhand een lauwerkrans heeft en in de linkerhand een spoel met een draad die naar een staande garenklos loopt. Het beeld werd in 1909 aangeboden door de bevolking van Nijverdal ter ere van de geboden werkgelegenheid. Naadje heeft al op vele plaatsen in Nijverdal gestaan. In het wapen van Nijverdal komt een spoel met huls en katoenvlokken voor. De bok en de hellendoorn geven de verbinding met het dorp Hellendoorn weer. Rond 1800 woonden er in de marke Noesel, aan de rand van de Sallandse Heuvelrug, vele kleine boeren en arbeiders. Ze leefden van schapen, geiten en enkele koeien. Gedurende de wintertijd weefden deze boeren in de stille uren op een eigen, eenvoudig weefgetouw lappen stof en verkochten deze aan opkopers. De uit Engeland afkomstige Thomas Ainsworth kwam met een vernieuwd weefgetouw met snelspoor en stichtte hiervoor weefscholen. Het eerst in Goor. Door onderwijs en een beter en sneller weefgetouw konden wevers meer produceren en meer inkomen behalen. Thomas Ainsworth kwam in contact met Willem de Klerk van de Nederlandse Handelmaatschappij, die door koning Willem I in 1824 was opgericht om in de armoedige en achtergebleven gebieden meer werk en welvaart te brengen. In samenwerking met de Nederlandse Handelmaatschappij, die een factorij bouwde bij de Regge, mocht Thomas Ainsworth een vlasspinnerij, het kettingstekerij en een modelweverij bouwen. De eerste steen werd hiervoor gelegd op 14 mei 1836. Aan de weg van Almelo naar Zwolle, die werd aangelegd in 1830, stond bij de brug over de Regge een dorp dat de naam Nijverdal kreeg. Dit is een samentrekking van Nijverheid in het Dal, bedacht door de directieleden van de Nederlandse Handelmaatschappij. In die tijd was vaarwater heel belangrijk voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van de geproduceerde producten. Dit kon met de zon via de Regge en de Vecht naar Zwolle. Bekende namen in Nijverdal waren Willem de Klerk als directeur van de Nederlandse Handelmaatschappij, met Hendrik Wormser als boekhouder en agent Robert Campbell, die zelfs burgemeester werd van de gemeente Hellendoorn. Thomas Ainsworth ging wonen op het landgoed De Eversberg, aan de overzijde van de Regge. Na zijn overlijden in 1841 was er een behoorlijke teruggang in ontwikkeling en werkgelegenheid. De factorij en het fabriekje van Ainsworth met de 7 woningen aan het Hoge Dijkje werden in 1851 aangekocht door de familie Salomonshoff uit Almelo. Door deze familie Salomonsson werden nieuwe industriële weverijen gebouwd langs de Grote Straat. Een gedenksteen herinnert aan deze gebeurtenis. Koning Willem III verleende in 1852 het predicaat koninklijk. De gedenkplaat is geplaatst ter ere van het eeuwfeest
met hierboven het borstbeeld van koning Willem III en de kroon. Door de komst van de stoommachine en later de elektriciteit werden in grote hallen met de zo typische zadeldaken vele weefgetouwen geplaatst die centraal werden aangedreven. Het zuivere water uit de Sallandse Heuvelrug was mede oorzaak dat men ertoe overging blikkerijen te bouwen. We kennen ze nu nog als de Oude en de Nieuwe Bleek. De familie Salomonsson had grote invloed op de verdere ontwikkeling van Nijverdal. Zo steunden ze de aanleg van het spoor van Zwolle naar Almelo dat gereed kwam in 1880. Ook in sociaal opzicht deden ze veel voor de werknemers. De woningbouw aan het Hoge Dijkje, de 10 geboden genaamd en de weverswoningen aan het Weverstraatje zijn hiervan enkele voorbeelden. Andere woningen waren de 12 apostelen aan de Rijsense Straat en de 4 evangelisten met het verenigingsgebouw Unitas aan de Salomonssonstraat. Het oude centrum van Nijverdal omvat de Kerkstraat en de Wilhelminastraat. In oude etalageramen kan men de vele voormalige winkelpanden nog herkennen. Na de periode van de Salomonssons werden de fabrieken opgekocht door de familie Ten Katen. Hieruit is het wereldconcern Nijverdal Ten Katen ontstaan.